krapten we de ruggen mee van de leienaren als ze weer een beetje te brutaal waren. Voor Leidens ontzet in 1574 was Leiden bezet door de Spanjaarden. Een bekende plek uit die tijd is natuurlijk de Lammenschans. Minder bekend, maar niet minder belangrijk, is de Poelschans. Pedro, wat is dit voor gebeurtenis hier? Nou ja, er fietsen hier dagelijks duizenden mensen voorbij zonder dat ze weten waar ze eigenlijk overheen fietsen. De Poelbrug. En in 1574 was dit de Poelschans, waar leienaren en Spanjaarden eigenlijk continu vochten om het bezit van deze strategische plek. Een beetje net zoals de Lammenschans. Ja, de Lammenschans, dat is van later datum, zeg ik wel eens. Wij waren het eigenlijk eerst. En op deze manier hebben wij eigenlijk ervoor gezorgd dat toen via de Lammenschans Leiden bevrijd is, niet via de achterdeur de Spanjaarden alsnog Leiden zouden hebben ingenomen. Dus wij hebben die achterdeur als leienaren, ik ben nu Spanjaard even vandaag, hebben heel goed bewaakt. En zo zijn ze ook hier op de vlucht geslagen. Dus zonder deze verdedigingswerken spraken wij nu Spaans. Daar kun je gevoeglijk wel van uitgaan. Hey, die Poelbrug is een beetje een onzichtbaar bruggetje. Het is, ja, je rijdt er gewoon overheen en je komt nauwelijks omhoog. Ja, het water wat er onderdoor loopt dateert al uit ongeveer 1000. Dus het is grappig dat niemand bijna door heeft dat hij over een brug rijdt. Maar vroeger was hij ook 1,5 meter hoger. Dus dat is ook wel grappig. Alleen ja, vanwege het verkeer is hij toen verbreed en verlaagd. En daarom is hij zoals hij nu is. Maar de Duitsers hebben hier ook gestaan. Hè? Die dachten, hey, dit is een hele, hele belangrijke plek. Want vanuit hier, dachten zij, zou de invasie plaatsvinden om met tanks over de Wassenaarseweg zo via de Rijnsburgerweg Leiden in te gaan. En toen hebben ze ook dynamiet onder de brug geplaatst. Ze dachten, dat kunnen we dan mooi tot ontploffing brengen als het zover is. Maar ja, toen de Canadezen hier echt waren en die kwamen vanuit de stad, als verrassing deze kant op, waren de Duitsers al lang gevlucht. Dus die dynamietstaven zijn uiteindelijk niet ontploft? Nee, precies. We met z'n allen hier heel zorgvuldig zijn nog foto's van ook alle verdedigingswerken van de Duitsers in dit geval verwijderd. En nu kun je met een gerust hart onder de brug doorvaren en eroverheen fietsen. Je hebt een bord onthuld? Ja. Dat is een bord wat eigenlijk dankzij de bewoners tot stand is gekomen. Dus die hebben met elkaar gezegd, ja, dit is eigenlijk zo'n leuke plek. Dat mogen andere mensen ook weten. Nou ja, iedereen kent de monumentenborden in Leiden en eigenlijk is buiten de singels is er ook heel veel te vertellen. En vandaar dat we niet alleen dit bord eigenlijk hebben onthuld, maar ook een website, rijnsburgerweg.nl. Daar staat bijvoorbeeld ook, dat weten mensen niet, een lied in over de Rijnsburgerweg. Nou, als er een lied is over je straat, dan tel je pas echt mee. Hè? Penny Lane, Waterloopplein, Wall Street en de Rijnsburgerweg. Dus kijk maar op rijnsburgerweg.nl en dan vind je ook het lied. Καλώς ορίζετε στην βάρκα μου. Θα κάνουμε μια βόλτα στη θάλασσα εδώ στο Ποσίδι. Θέλω να σου πω καλά να περάσετε. Καλημέρα. Zo klinkt het straks in het Grieks. De bekende Leidse schipper Rijn Paulides is de pensioengerechtigde leeftijd al gepasseerd, maar aan stoppen met werken moet hij niet denken. Tijdens een van zijn vakanties in het Griekse Kassandra besloot hij het roer nog één keer om te gooien. De schipper vertrekt binnenkort naar Griekenland om daar in de zomer rondvaarten te organiseren. Waar wij zitten op die plek, daar is dat niet. Helemaal niet. Terwijl er wel een gebied rijk aan toerisme is. Er zijn veel hotels, beachbars, nou, stranden liggen in het hoogseizoen daar ook vol. Ik moet het gewoon doen. Dat ik niet straks wanneer ik op mijn sterfbed lig, dat ik dan denk van jeetje, had ik dat maar eens een keertje geprobeerd. Jammer dat ik dat niet gedaan heb. De andere schippers van de Leidse rederij hebben dubbele gevoelens bij de plannen van hun collega. Ik vind zijn plannen hartstikke leuk. Behalve dat ik hem natuurlijk wel ga missen als hij hier steeds een hele tijd weg is. Ja, want hoe moet dat nou? Jullie missen dan wel één schipper? Zeker, ja. Dus we moeten hem toch maar proberen te gaan vervangen. Niet dat dat echt kan, want hij is natuurlijk onmisbaar eigenlijk. Denk je dat hij wel terugkomt? Ik denk dat hij altijd terug blijft komen. Dit is toch zijn stadje, ja. Hier rechts de prachtige trapgevel van begin 1600 van de stadstimmerwerf. Hier was de plek waar de stadsarchitect woonde. En samen met de timmerlieden plannen makend voor een mooie stad. De Weddensteeg. Dat is wel grappig, dan hangt er een plaquette. Hier is Rembrandt van Rijn geboren, 15 juli 1606. En dan kijk je in die ramen naar binnen en dan zie je daar een hele moderne koelkast staan.
Bezoekers van de sleutelstad moeten het in de zomermaanden voortaan zonder de verhalen van Paulides doen. Hij heeft de boot al gekocht. De schipper kan niet wachten op zijn eerste rondvaart in Griekenland. Bij het vallen van de avond, zo 8 uur, 8:30, dan heb je grote kans dat je dolfijnen voorbij ziet komen. Met mijn eigen bootje was ik dan en dan heb motor uit en dan is het wachten. En dan komen zo de dolfijnen komen er langs. En dat is echt een fantastisch gezicht. Dan zwemmen ze zo'n 20, 25 meter van je boot dolfijnen. Het was corona en ik verveelde me. Ik zat thuis en ik dacht echt van, wat moet ik nou doen om de dagen door te komen? Terwijl Café De Meester in Zoeterwoude-Dorp als gevolg van de coronacrisis gesloten bleef, sloeg uitbater Yvonne van der Geest aan het hobbyen. Maar ik dacht, nou, ik ga breien. Dus ik ben met een rondbreiring mutsen gaan breien. Dat kan iedereen. En ik heb 6 mutsen gebreid. Iedereen thuis zat te lachen. Wat doe jij dan? Ik ben gewoon lekker bezig. En toen ben ik met de actie lichtpuntjes bezig geweest. En we hebben kleine tafeltjes getimmerd hier voor het bedrijf. En ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, zoals ik bezig ben om mijn tijd zoet te brengen met het maken van creatieve dingen, zo zijn er waarschijnlijk heel veel in Zoeterwoude. En hoe leuk zou het niet zijn om al die creativiteit tentoon te stellen als het weer kan. Dus toen hebben we Corona Creatief bedacht. Op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus mogen alle Zoeterwoudenaren hun creatieve resultaten tentoonstellen in de zaal van de meester. Daniela Ophorst is zo'n inwoner. Zij knutselde de afgelopen maanden heel wat vertelhuisjes in elkaar en deelt haar creativiteit graag met anderen. We wonen hier nu al 20 jaar en inmiddels zijn alle kinderen de deur uit. Dus ik heb een kamer hiernaast waar ik werk en die laat ik altijd graag in het weekend gewoon dicht. Want dat is werk, dus dan wil ik daar in het weekend niet mee bezig zijn. Dus dit werd logeerkamer, /knutselkamer. En Ophorst maakt haar huisjes zoveel mogelijk van gerecyclede materialen. Wanneer is afval echt afval? Kan je er echt niks meer mee? Of kan je met een klein beetje fantasie er nog wel wat van maken? Zo ben ik dus met het dak van de woonwagen waar ik mee bezig ben. Dit is de binnenkant van een beschuitrol. Ja, en ik zocht precies dit soort dakpannen en ik wist niet hoe. En op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat als je dat plat drukt op een bepaalde manier, dat je er dan nog van alles mee kan. Dus nu moet ik me beheersen om te wachten tot het beschuit op is. Anders haal ik het er alvast uit. Er is nog plek in de zaal. Creatieve Zoeterwoudenaren kunnen zich aanmelden in het café. We gaan de naam veranderen. Het wordt vanaf volgende week Zeilboulevard. Eli Centuur woont aan het Zeiloeverpad in Leiden. Geïnspireerd geraakt op vakantie, besloot hij de weg langs het water van de Zeil vol met bloemen te zetten. Ik ben altijd heel vaak naar Italië geweest. En ik had zoiets van, ja, dan zie je ook dat soort boulevardjes, maar mooi aangekleed met bloemen. Ik denk, ja, wat ze daar kunnen, dat kunnen we hier ook. Gewoon ooit is begonnen met met steigerhout een stellingje maken en de planten erop gezet. En dan vond ik het aan de voorkant een beetje kaal. Toen had ik eerst buxus staan, maar ja, dat ging niet goed. En toen vervolgens dacht ik, ja, ik ga met hortensia's en gladiolen ga ik het proberen. Maar dat ging ook niet goed. Hortensia's die blijven staan. En de geranium, die deden het beter. Dus vandaar dit. Ook de verzorging van de honderden planten neemt Centuur voor zijn rekening. Nou, ik heb een kannetje met 10 liter. En dan buk ik op mijn knietjes de zeil in. En dat gaat 45 keer. Dus elke dag gaat er 450 liter water op. En de mensen genieten ervan. Mensen in de bootjes vinden het leuk en het is voor mij een hobby. Nou, ik heb vanmorgen naar de overkant gelopen en toen ben ik expres blijven staan. Want dan zie je het totale plaatje. Ik hou zelf van bloemen, maar ik woon hier 5 jaar. Ik heb dan ook zo'n bloemenzee gezien hier in Leiden. Mijn man was bomenkweker. En hij kon goed met mijn man opschieten. Joh. En toen heb hij daar die paarse bloemetjes neergezet. Het is echt prachtig als je langsloopt en je ziet al die planten. Ja, het ziet er keurig uit. Met de bloemenzee zit het wel goed, maar de ideeën van de betrokken leidenaar gaan verder. Hij doet een oproep aan de gemeente. Doe, laten we eerlijk zijn, je zit hier aan de Spanjaardsbrug. Brug uit 1932. Maar ik denk, ja, het is ook een historische plek. Dus waarom hier niet die mooie lantaarnpalen? Ik heb het nu een alternatief genomen.
met een beetje duct tape een paar van die potjes opgehangen. Maar het idee komt natuurlijk vanuit de binnenstad. Ik heb hele lekkere bonbons gekregen met arsenicum erin. En een scheutje gin dat je het niet proeft. Café-eigenaar Rogier van der Linden ontving vrijdag het eerste doosje Goeie Mie gin bonbons. Van der Linden heeft een bijzondere band met de Leidse gifmengster. Nou, ik heb een hele leuke zaak in Leiden in de Ooptehooigracht. En daar woonde Goeie Mie. En Goeie Mie die kwam bij mij in de zaak vroeger, heel lang geleden. En daar pikte ze haar slachtoffers op. Dus daar zocht ze ze uit. En aan de overkant bij Van Borselen werd het arsenicum gekocht. Ja, en daar heeft ze heel wat geld mee verdiend. We wouden een bonbon maken die in Leiden wordt gemaakt. Op basis van het Goeie Mie verhaal uiteraard. En waar de smaak van de Goeie Mie gin ook echt naar voren komt. En dat was er eigenlijk nog niet en daarom hebben we deze bonbon bedacht. En dit is het resultaat. Ja, ik heet Van der Linden en zij heette Zwanenburg van der Linden. Dus ik ben bang dat er ook nog een familieband is. Dus kom gezellig bij me eten. Je weet het maar nooit. Mama, het spijt me voor alle foute dingen die ik heb gedaan en zo. Ik hou van je. Ongelooflijk maar waar. Mark Rutte en Hugo de Jonge boden vorige week hun excuses aan voor de coronaversoepelingen. Maar wanneer heb jij voor het laatst sorry gezegd? Wanneer? Sorry? Nu? Tegen mijn vriendin. Ik was niet op tijd thuis. Ik denk dat het was. Als ik een boertje laag. Als ik iets bij koolzuur heb gedronken, dan komt er wel een boer uit hoor. Ja, meen ik het ook. Ja, ik moet wel ja zeggen, want ze staan naast me. Wanneer ik voor het laatst sorry heb gezegd? Nou, dat is heel lang geleden, dat weet ik niet meer. Nee, dat weet ik echt niet meer. Verjaardag vergeten, trouwdag, je noemt het maar op. Dat weet ik niet meer, sorry. Hoeveel is een sorry voor u waard? Sorry. Meen jij het als je sorry zegt? Dat is een goeie, stel wel moeilijke vragen moet ik zeggen zeg. Sorry. Tuurlijk doe ik wel eens wel fout, maar om maar naar sorry voor te zeggen is bekijken dat maar. Ik doe eigenlijk nooit verkeerde dingen. Ik ben de goedheid zelf, sorry. Van wie verwacht u nog excuses? Van mijn schoonmoeder, van een vriend en van mijn vriendin. Nou ja, jij, omdat je me die vragen stelt. Het zijn Duitsers, dus die zeggen geen sorry. Sorry voor degene die ik vergeten ben sorry te zeggen. Sorry dat ik geen maandverband heb gekocht afgelopen keer. Ik maak het goed. Met 3 pakjes. Nou, daar kan je wel een tijdje mee vooruit, kan me voorstellen. Ze krijgt genoeg cadeautjes hoor, dus dat is het probleem niet. Beste Nico, jongen, ik werd je toen niet moeten aanvallen, want we waren kinderen, hè, zo raar dat je kind bent. Maar dat was niet terecht. Dat was, ik liet me opfokken door de rest van de club in de Lelystraat. En dat heb je niet verdiend, jongen. Nou, sorry, Pik. Dat was het. Ja, waarvoor sorry? Sorry. Mama, het spijt me voor alle foute dingen die ik heb gedaan en zo. Ik hou van je. Sorry, Joyce. Ik zal voortaan tot 10 tellen voordat ik ontploft. Nee, ik sluit hem niet af met een boer. Sorry, jongens. Dit was hem weer voor vandaag. Tot volgende week.